Mijn naam is Janou van der Vorst, ik ben Talent Development Manager voor deze campus. Dat betekent dat we bezig zijn met het aantrekken van nieuw talent en om bestaand talent ook te scholen. Met name te scholen in IT. En ik ben de projectleider van het project Train for Smart Services. We zijn in januari 2018 daarmee gestart. En sinds 5 november draait de eerste klas hier op de campus. Train for Smart Services is een IT traineeship voor professionals, afgestudeerden, mensen die interesse hebben in een scholing in IT. En met name in de richtingen data science en software development. En in 18 maanden tijd leren ze op een soort van leerwerkplek de skills eigen te maken. Ik ben Sandra Heutmakers, 30 jaar oud en oorspronkelijk uit Duitsland. Maar sinds 7 jaar woon ik in Nederland. Ik was fysiotherapeut en manuele therapeut. En gaf ook les op de opleiding voor manuele therapie. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch het gevoel dat ik niet helemaal iets aan het doen was wat echt iets bijdraagt. Dus ik heb ervoor gekozen om een switch te maken in de IT. Dus vandaar dat ik hier ben. Mijn naam is Elis Marien, ik ben 23 jaar. Ik heb voor de traineeship gekozen omdat ik altijd al software developer wilde worden. En ik heb wel MBO 4 gedaan, ICT, maar daarna, wanneer ik ging werken, ik merkte dat het niet echt iets voor mij is. En dat ik toch wel iets wil gaan proberen. Het traineeship bevalt heel goed. Het is pittig, gezien ik geen achtergrond heb in de IT. En ook geen ervaring met programmeren of data analytics. Maar ik hoop dat ik binnen die 18 maanden zoveel als mogelijk ervaring kan opdoen. Voor nu zitten we bezig met het basisprogrammeren van C#. Dus gewoon het objectoriënteerd programmeren en dus gewoon de basiskennis erop. En naarmate de weken gaan we meer verdiepen naar andere richtingen in dus, programmeren. Ik had het gevoel dat er heel veel kansen liggen. En dat het een sector is die zich continu ontwikkelt, waarin je continu nieuwe dingen kunt leren en niet stilstaat. Dus vandaar dat ik voor deze sector gekozen heb. Ik denk dat ik over anderhalf jaar dat ik gewoon alles een beetje weet van C#. En dat ik gewoon zelf dingen kan programmeren, ja, zonder extra hulp enzovoort. Mijn verwachtingen zijn dat ik een goede data analyst of data scientist word. En, ik ben in een leuk team terechtkom, waar ik ook een nieuwe carrière kan maken. En ja, eigenlijk iets kan doen waarbij ik het gevoel heb dat ik gewaardeerd word en echt iets bijdraag. Bij een leuk bedrijf kan gaan werken. Maar ook zelf in mijn vrije tijd dat ik meer dingen kan ontwerpen. Dus andere programma's, tools die handig zijn voor mij en andere mensen. Het bevalt hier echt heel goed op deze campus. Je krijgt continu input van verschillende mensen. En zelfs de kans in de pauze om een presentatie bij te wonen, als je daar zin in hebt. Je wordt eigenlijk continu geprikkeld met nieuwe dingen. En als je dat wilt, dan kun je als een spons zeg maar, heel veel nieuwe ervaringen opdoen of nieuwe lezingen volgen. Ja, de trainees zijn heel enthousiast. Ze zijn goed van start gegaan, heel fanatiek. Ook een grote hechte groep was ook belangrijk, omdat er heel veel online learning in zat. En leren op afstand, ook als de docent niet altijd fysiek aanwezig is. En je moet elkaar toch een beetje op weg kunnen helpen. Ze vinden de stof vrij pittig, maar dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij.